Ja, goedemiddag, lieve vrienden. Een blik op buiten, mijn tuintje. Hondje erin. En daar ligt die rode achter de tafel. Ik hoop dat jullie hem zien. Ik zie hem zelf niet door mijn camera heen vanwege de zon. Waar de rest is, weet ik niet. Die zal wel de hort op wezen, behalve die kleinste. Tenminste, de kleinste, de oudste, die zal wel boven wezen. Ja, want die komt de tuin niet uit, nee. En ik zie er niet. Dus. Zal ze wel boven zijn? Het is zaterdagmiddag, de 26e mei. En het is 6:06. Ja, waarom zo laat, denken jullie? Nou, ik ben al enige tijd uit, maar ik heb druk, druk, druk. En nog eens een keertje druk, druk, druk. En telefoontjes gehad. En wat is apps beantwoorden. En ja, ze hielden mij een beetje bezig. Ja, dus en ik had nog de vlog van gisteren op de camera staan. En dat heb ik er liever af als ik verder ga. Ja. Dus dat hing nou net op de pc eerst gezet. Ik denk, nou eventjes eerst even filmen. Ja, eventjes filmen. Het is hier een en al haar, maar dat heb je met honden, althans met dieren, laat ik het zo benoemen. En ik heb die deur natuurlijk open en dan helpt je twee keer niks om te gezuigen of wat dan ook. Want het waait ook van buiten naar binnen, ja. Dus dat moet wanneer de deur dicht is. En ik mag het niet doen, eigenlijk. Ik doe het wel, ja hoor. Ik kan het eigenlijk bijna ook niet. Ik doe het in etappes. Maar dan moet die deur dicht. Want anders blijft het opwaaien. En dat helpt niks. Dus ja, het is nou een beetje harig op de vloer. Allemaal vlokjes haar hier en daar. Nee, dat heb je. Ik denk dat iedereen dat heeft met dieren. Kan je nou helemaal niks aan doen. Ja. En mijn hondje, waar is die nou? Oh, achter me. Daar ligt hij. Ja. Hoppie dopie. Hé? De haren liggen vlak voor je neus, man. Maar ja. Oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik mag niet weg. Nee, ik mag niet de deur uit. Nee. Van Karin niet. Ja. Die heeft wat naar mij opgestuurd dat vandaag ook aan moet komen. Ik weet het niet. Ik zit dus nou te wachten. In de hoop dat diegene dan vroeg komt. Want dan kan ik alsnog wel even weg. Ja, even eruit. Ik bedoel, ik zit de hele week al zo wat opgesloten. Ja, oké, buiten de boodschappen om. Maar echt dingen voor mezelf, buiten deur, nee. Dus ja, dat wil je dan ook wel. Maar oké, kan nou niet. Het eerst wachten tot hetgene wat bezorgd zou worden vandaag bezorgd wordt. En daar moet ik op wachten. Want ik zo goed weten dat het tegen de avond pas bezorgd wordt. Nou, dat is niet te hopen. Nee, is niet te hopen. Nee, dat is niks. Dat is een ander busje. Oh, een bloemetje. Er komt een bloemetje. Wow. Een bloemetje, denk ik. Het is een auto met bloemen. Wow. Je moet even omlopen, hoor. Omlopen. Hij moet hier wezen, ja. Gezellig. Hij moet hier wezen. Nou. Hoepie, blijf liggen. Ik moet mijn stok even hebben. Zo. Want het hondje die mag niet naar buiten, dus het moet sowieso dan even. Ik zet jullie hier neer. Vind je het goed? Ja, hè. Zo. Ja. Goedemiddag. Waarom krijg ik dat dan weer van haar? Ik heb geen idee, hoor. Ja, mijn dochter die had gebeld. En ja, dank je, man. Doeg. Nou, kijk nou. Hoe geweldig. Hé, dat krijg ik dus. Hier, kom maar, schat. Dat krijg ik dus.
zo'n bak, er staat water. Mooi, hè? Wat is, hoe heten die dingen? Oh, gosje, dikje doosje. Oh, kijk, nou even proberen of dat wil. Kunnen jullie dat lezen? Mam, ik hou van u. Dit boeket is eigenlijk bedoeld voor moederdag. En u bent een topmoeder. I love you. Dat krijg ik dus van Karin, hè? Nou ja, en ik neem ook Roderick erbij. Goh, wat geweldig. Ja, nou, ik zet jullie even binnen neer. Dan haal ik dat wel op. Ik ben er helemaal maar... Bla. Ja, hoe noem je dat? Van apropo. Ik had dat niet verwacht. Nee. Zet jullie even op de eettafel neer. Dan haal ik het op. Ah, kijk, vrouwtje van Karin. Ja. Oh, en ja, het zat water, dus hoe, wat, ik weet niet. Het is een boeket, dat is dus bloemen. Oh, dus ik moet zo meteen even koekeloeren hoe we dat hebben. En we moeten de deur op de haard zetten. Gosje, dikje, doosje. Geweldig. Stok even weer op. Nee, die heb ik nog nodig. Nou, zet jullie eventjes zo neer. Zien jullie die bloemen nou? Ja, dan zien jullie mij ook zo staan. Ik zet wel de stok tussen mijn benen, want dan zit ik er ook op. Hosje, dikkie. Even voelen hoor, hoe dit zit. Ja, oh zo. Oh, ja, ik heb hem door. Ik moet een vaas hebben. Oh gosje dikkie. Oh gosje dikkie. Komt dat bij? Ja, 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 ja. Oh gosje dikkie. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Santriosia. Zo. Hier is een touw omheen. Dus dat wordt mooi zo zitten. Even. Dan moet het wel weer even uit. Maar kijk, ik weet niet of jullie dat kunnen. Hoe ze dat hier doen. Voor de mensen die het niet kan. Het is gewoon een waterbestendigde kartonnen tas. En er zit daar gewoon water in. Hè? Ja, er zit gewoon water in. En dit zakje, dat lag er gewoon zo in te drijven. Nou, dat haal je eruit. En dat droog je even af. Anders blijft het plakken. Dan moet ik dat legen. En dus ja, dan gaan we dat even maar doen, hè. Zou je zo zeggen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Voilà. Valt een touw erin. Nou ja, maakt niet uit. Oh, gosje, dikke doosje. Oh, gosje, dikke doosje. Ik kan er gewoon... Tja, maar nog een toe, wat een meisje. Een meisje, een jonge vrouw, hè? Oh, gosje, dikke doosje. Oh, gosje, dikke doosje. Even inzetten, jongens. Ik moet het hier even afdrogen. En er moet er nog meer water in. Ik hou niet van halve fase. Nee. Tegenwoordig doet men ongeveer zoveel water erin. Thank you.
nou weg? Nee, toch? Ja, het is hier donker, lieve vrienden. Ik kan er niks aan doen, want de gordijnen zijn dicht vanwege de zon. Ja, ja. Ik zit even op visite. Ja, bij een nodige. Een andere sturen gratis is. Ja, hoeveel heb ik er? Een heleboel. Ik zal er eventjes laten zien. Dat is Sylvia. Een schat. Nou, zeg maar dag. Hallo. Hallo. Ik ben daar niet zo goed in. Nou, dan komt het zelf wel. Dat is dus mijn andere surrogaatzus. Ik ben even op visite bij de... En ze is tegenwoordig ook een moderatrice van mij van de 50-plus groep. Dus ja, kom er ook gezellig bij als je 50 jaar bent of ouder. Ja, kom er gezellig bij. En maken we er een feestje van. Toch? Zeker weten. Ja hoor, zeker. Hartstikke gezellig. Ja hoor. We gaan gewoon door met die banaan, of niet dan? Dacht het al. Ja. Het is inderdaad een hele leuke groep van 50-plussers. En hoeveel leden hebben we er al op? Ruim 18.000. Ja, meer. Bijna 19. Ja. Zag ik gisteravond. Ja, het gaat hard. Gaat heel hard. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen, kom erbij. Ben je 50 jaar en ouder? Ben je van harte welkom. Bij de 50-plus club. Ja. Dus ik zou zeggen, ik ga er weer van tussen. Ik ga mijn koffie lekker opdrinken. Ja, en ik ga lekker genieten. Straks in mijn huisje toe, want ik heb nog meer te doen dan niks. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot strakjes weer. Doei, doei.
Woeske. Oh, hij is zo warm, lieverd. Oh, god, die dikkie doosje, ja. Ja, we waren dus terug van weg geweest. Vanaf Sylvia ben ik eerst eventjes... Nou ja, ik moet toch dwars door de stad. Ik heb een patatje gehaald. Dat heb ik net opgegeten. En dan, er is meer wind op komen zetten. Ja, hoe bestaat het, hè? Dat er bij, vlakbij de zee, ja, er is wat meer wind. In de schaduw is het ook vrij fris en in de zon is het weer hartstikke warm, ja. Ik hoef de tuin niet te sproeien, heb ik gezien. Dat is nog vrij vochtig van gisteren. Maar wat ik wel heb gezien, dat is dat mijn hondje toch weer een beetje stram loopt met zijn linker achterkant, ja. Dus ja... En hij heeft weer een plek op zijn rug. Dus morgenochtend wordt het kap om voor hem. Als ik naar de kerk toe ga. Ja. Dan is weer eens even genezen. En ik moet hem even kammen. In plaats van met die handschoenen even met een normale kam. Dus, maar ja, dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie avond. Voor later op de avond welterusten, lekker slapen met mooie dromen en gezond weer op. En met Gods zegen zal dat vast denk ik wel lukken. En voor degenen die morgenochtend naar de kerk toe gaan, een hele mooie, fijne, bijzondere kerkdienst gewenst. En ik spreek jullie morgen weer. Dus tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!